Goeiedag. Waarschijnlijk hebben jullie mij een tijdje niet meer gezien. Ik ben namelijk heel druk met mijn stage bezig. Ga ik 100% ook nog een video over maken. Maar ik zit vandaag hier thuis in Amsterdam. Ik woon in Amsterdam. Ik vind het hartstikke leuk. Maar ja, er zijn natuurlijk wel een paar het heeft wel een paar haken en ogen. Het is best wel duur. Het is best wel druk. En het vinden van een plekje is eigenlijk ook helemaal niet makkelijk. En als je een plekje hebt gevonden, dan is het dus ook best wel klein. Nou, ik ga jullie vertellen wat mijn ervaring is. Ik heb ook een paar vrienden gevraagd of zij iets willen vertellen voor camera. Zodat we een paar verhalen hebben. Oké, nu ik. Nou, ik zag het allemaal best wel positief in. Ik ging zoeken op elkaar voor een kamer. En toen dacht ik, nou, ik ga sowieso gewoon €500. En dan wil ik gewoon een beetje iets groots, maar niet te groot. Want ja, dat lukt natuurlijk nooit. Toen ging ik zoeken. Ik dacht eerst een berichtje op Facebook. Hey jongens, ik zoek een kamer. Maar dat werkte voor geen ene tiet. En toen ben ik op Facebook gaan zoeken. En dat werd toen mijn halfjarige zoektocht. Maar ik was veel te kritisch eigenlijk achteraf. Ik denk wel driekwart jaar heb ik gezocht. Uiteindelijk kwam ik bij een huis wat voor ongeveer max een jaar was. Daar heb ik dus toen gewoond. Maar ja, na anderhalf jaar was ik daar weer weg. Toen moest ik weer gaan zoeken. En nu ben ik weer hier. En dat komt ook door een gelukje. Daar wil ik het dus eigenlijk ook gewoon over hebben. Het zoeken in Amsterdam is gewoon lastig. En ik betaal zelf €620. Dat is best wel veel. En dan woon ik in Oud-West. En Oud-West is ook wel best wel een beetje een dure buurt geworden de laatste tijd. Net zoals de Pijp. Rivierenbuurt is ook net zo duur. Eigenlijk is het allemaal duur, want Zuid is ook duur. En Noord is tegenwoordig ook hartstikke duur. Dus welkom in Amsterdam. Je kunt er trouwens ook voor kiezen om iets verder weg van het centrum te wonen. Zoals Uilenstede en Amstelveen, de Bijlmer, Diemen. Dat is misschien iets verder weg, maar je betaalt wel echt heel erg veel minder. Hoi Leel! Hallo! Hoe woon je en hoeveel betaal je? Nou, ik heb heel veel mazzel, want mijn ouders hebben het gekocht destijds. Dus ik betaal eigenlijk alleen huur aan hun. Eigenlijk gas, water, licht alleen wat zo rond de €200 komt. Maar als ik dit zou huren, niet van mijn ouders, dan zou het echt through the roof gaan. Dan was het wel echt 800.000, 1500 in die buurt. Heel veel. Hoe vind jij het om in Amsterdam te wonen? Lachen. Hoezo? Heel leuk. Wel echt heel leuk. Alles is er. Van cultuur tot feestjes, tot ambitie. Je kan alles doen. Hallo. Jij studeert in Amsterdam, toch? Klopt, ik studeer in Amsterdam. Hoe lang al? Ik studeer nu bijna 2 jaar in Amsterdam. Hoe vind je het? Echt superleuk. Het is echt de stad waar ik gewoon altijd wil blijven wonen. Hoe heb je het gefixt dan? Hoe ben je daar aan kamer gekomen? Nou, mijn zus woonde hier al. En het plan was dat ik samen met haar zou gaan wonen. Dus toen is zij echt superveel gaan zoeken. Een hele zomer lang non-stop op Funda gezeten. Want mijn ouders wilden een huis gaan huren. En uiteindelijk naar echt gewoon uren spenderen op die site. Hebben we wat bezichtingen gekregen. En toen zijn we op bezichtiging gaan en zo hebben we uiteindelijk eigenlijk het appartement gekregen. Op die site was het echt een kwestie van wie de snelste is, krijgt een bezichtiging. Oh, ja. En als ze je dan leuk vinden op de bezichtiging en een goed gevoel erbij hebben, dan krijg je het. Ja. Dus het is en snelheid en even lekker spontaan overkomen eigenlijk. Ik weet niet hoeveel je betaalt, maar is het veel? Het valt mee voor de plek waar we zitten, want ik woon in Oud-Zuid. En het is gewoon best wel echt een fijne plek. Ik betaal €5,50. Ja. En deels overheid, deels mijn ouders en een deel zorg ik zelf voor dat ik het op een bepaalde manier bij elkaar krijg eigenlijk. Ja. Hallo! Jij woont ook in Amsterdam, toch? Ja, ik woon ook in Amsterdam. Hoe lang al? Ik woon nu 2,5 jaar in Amsterdam. Ik kom uit Deventer en ik ben hier 2,5 jaar geleden dus naartoe verhuisd. En ik ben 2 weken geleden
nog een keer verhuizen binnen Amsterdam. Dus hier, waar we nu zitten? Waar woon ik morgen 2 weken. Oké. Okay. Spannend, hè? En hoe ben jij uiteindelijk aan je eerste kamer gekomen dan? Dat was heel chill via de stiefvader van een heel goed vriendinnetje van mij. Yeah. Dus toen had ik eigenlijk een soort van goede connectie waar ik meteen in kon. Hoefde beetje gelukje. Ja. En bij deze heb ik via hospiteren, via Facebook. En hoe gaat het hospiteren dan? Ik zat hier met 4 andere meisjes, denk ik. En ik vind het eigenlijk altijd wel een beetje ongemakkelijk. Omdat je wel leuk wil zijn, maar ook weer niet te leuk wil doen. En maar het ging ben je er makkelijk op gekomen? Of heb je heel lang moeten zoeken? Nou, ik zocht al een tijdje, maar ik zat dus al ergens anders. Dus ik kon wel gewoon om gemak zoeken. Mm-hmm. En ik had wel echt eisen. Ik dacht wel, als ik wegga, wil ik wel echt iets goeds hebben. Ja. Maar uiteindelijk, ja, nog best wel snel, binnen een half jaar. Okay. En grootte van je kamer en de prijs, is dat oké? Okay? Ik heb een kamer van 10,5 vierkante meter en ik betaal €580. En hier, alles is hier wel echt helemaal nieuw. Ja, het is wel veel goedkoper dan ik eerder betaalde, maar alsnog wel. Het is niet niks. Het wonen in Amsterdam aan zich, hoe is dat dan? Heel leuk. Ik vind Amsterdam heel chill, omdat het, je kan er alles doen. Het is lekker groot. Ja, je wordt gewoon niet gek aangekeken. Dat vind ik heel fijn. Iedereen doet gewoon lekker zijn ding. Ja. Uiteindelijk, hoe je het ook bent of verkeerd, het is gewoon best wel heel erg lastig en duur om in Amsterdam te wonen. Je moet geduld hebben, want mijn eerste tip is niet ophouden met zoeken. Als je aan het zoeken bent, niet na 3 maanden denken, ja, dit gaat toch niet lukken, maar gewoon blijven gaan. Er zijn heel erg veel mensen die na 4 of 6 maanden pas een huisje vinden, dus gewoon niet opgeven. Tip 2. Zit je bij een studentenvereniging of een studievereniging? Maak er dan gebruik van. Zet op Facebook van die verenigingen dat je echt een kamertje zoekt. En dan is de kans heel erg veel groter dat jij door hun ook aan een kamer komt. Misschien bij iemand die daar ook zit of weer via via weer kent. Nou, tip 3. Zeg het gewoon tegen zoveel mogelijk mensen. Het maakt niet uit of het je buurman is, je schoonmoeder, je beste vriendinnetje. Als jij het gewoon tegen zoveel mogelijk mensen zegt, is de kans gewoon steeds groter dat er iemand is die denkt, hey, zoekt zij niet nog een kamer? Ja, dan is het uiteindelijk gewoon een kwestie van geluk hebben. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. De ene vindt na 1,5 jaar een kamer, de ander na 2 weken. Uiteindelijk is het hartstikke leuk om hier te wonen. En dan kom je misschien wel mee tegen. En nu ga ik hem afsluiten. De zon gaat bijna onder. Ik hoop dat jullie wat hebben gehad aan de tips en de andere verhalen van andere studenten. Heel veel succes. En als jij nog meer video's wil zien van ons, moet je vooral op abonneren. En als jij een andere video wil zien, dan moet je vooral op deze knop drukken. Voor nu, doei. En de volgende video van mij gaan jullie zien hoe ik het met mijn studie doe. En met mijn beroepsvoorbereidende stage. Doei doei!